Dag Hernan Lozana. Dag Dave, hoe is het? Ja, het goed en met jou? Hoe zien jouw dagen er momenteel uit in die quarantaine? Goed, ik kan niet klagen. Ik heb veel om te doen op vlak van scouting, van onze huidige kern te analyseren. Ik probeer ook veel matchen te kijken. Bijvoorbeeld de laatste dagen heb ik veel wedstrijden van Leeds United en van Leipzig gezien. Ik probeer Bielsa en Nagelsmann zoveel mogelijk te leren kennen. Zijn twee trainers dat denk ik op dit moment topcoaches zijn. Ja. En voor de rest, ik probeer ook veel te sporten, actief te blijven. Niet alleen op mentale vlak, maar ook op fysieke vlak. Te gaan joggen met een mooie weer. Af en toe wandelen of gaan lopen in het park is ook een van mijn activiteiten. Zeg, even een klein detail. Hè. Ik zie jou wel eens voor de dugout gehurkt, heel laag bij de grond, die wedstrijd bekijken. Bielsa doet dat ook. Hè. Heb je dat van hem? misschien wel, maar het is toevallig dat ik dat ook doe. Ik heb ook in mijn eerste match de koelkast gezet, een frigo koelkast naast de bank om daar te kunnen zitten, zoals je dat ook doet. Maar ja. Oké, je staat op een ander niveau en heeft ook een pak ervaring. En ik probeer zoveel mogelijk van trainers, een aantal trainers, maar vooral van hem dingen te opzoeken en dingen te leren. Ja, je hebt waarschijnlijk ook veel contact met je familie in Argentinië. Hoe is de toestand daar met corona? Ja, ze zitten ook op volledige lockdown. Iets strenger dan hier in België. In de zin van, ze mogen niet naar buiten komen om te joggen of te gaan wandelen. Is alleen als dat noodzakelijk is om iets te kopen, om te eten of naar een apotheek te gaan. En de laatste dagen, om een beetje te typeren wat Argentinië voor een land is. Ze hebben meer last met mensen die de maatregelen niet respecteren dan effectief met de virus, met de corona. Dus op dat vlak in Argentinië, je kunt niet een grijze zone opstellen. Je moet gewoon zwart of wit zijn. En nu hebben ze besloten om heel streng te zijn en proberen zoals hier tot na de pasvakantie op volledig lockdown te zijn. Heb jij al vrienden of kennissen, familieleden die besmet zijn geraakt? Nee, gelukkig niet. Nee. Hernan, even over het sportieve. Er is veel te doen over het einde van de competitie. Amateurreeksen zijn al stilgelegd. Hoe moet het eindigen in 1B? Wat is voor jou de ideale oplossing? Ja, moeilijk om te zeggen, Dave. Ik denk dat we komen vanuit dat iedereen wil de finale nog spelen. Maar in ieder geval gaat het heel moeilijk bijna onmogelijk zijn om met publiek te spelen. Dat betekent ook dat niet eerlijk zou zijn voor Leuven. Ik moet ook eerlijk toegeven dat niet eerlijk zou zijn. En in geval dat niet meer kan gespeeld worden, ik denk dat de beste oplossing zou zijn om volgend seizoen met 18 ploegen te spelen en dat beide kunnen promoveren. Op dit moment zitten we Westcott en Leuven op 90 minuten van een promotie. En zou ook niet eerlijk zijn om, denk ik, andere ploegen te laten nu promoveren, bijvoorbeeld zoals ik ergens heb gelezen. Ja, jij las Westerlo en Virton, hè? Daar was je dan uiteraard niet mee akkoord. Maar ik denk dat niemand kan akkoord zijn met zo'n beslissing. Maar ik ben ervan overtuigd dat bij de Pro League zitten genoeg verstandige mensen die de beste oplossing gaan nemen. En alles op basis van gezondheid. Hè. Gezondheid op dit moment primair. En we moeten ook als coaches en spelers gewoon ons aanpassen aan de maatregelen. Ja. En nogmaals, in geval dat niet meer kan gespeeld worden, ik denk dat een competitie met 18 ploegen zou het beste oplossing zijn. Maar ja, het is niet aan mij om dat te beslissen. Nee, maar die these die kwam er natuurlijk omdat ze in amateurreeks dan geen eindrondes zouden spelen. En waardoor dat waarschijnlijk dan voorgesteld werd voor 1B ook. Hè? Maar dat is voor jou geen optie, hè? Dave, in 1B zijn er andere regels. Hè. Ja. Competitie is gewoon anders. Vanaf dag 1 weet je dat er zijn twee periode kampioenen en die twee
clubes hebben recht tot één promotie, waarom zou je nu ineens anders beslissen? Eerst amateur en NB zijn twee competities die niks te vergelijken hebben. Nee, en naar de toekomst toe. Hè? Er wordt veel gesproken over 20 profclubs in de eerste klasse. En dan zou 1B verdwijnen. Dan heb je de amateur er net onder, of hoe het dan ook heet. Wat vind je daarvan? Misschien een goede zaak als je ziet hoeveel financiële problemen hebben een aantal ploegen in 1B. Ik denk dat wordt dat je bent of een profploeg die speelt in eerste klasse, of dat je gewoon een amateurploeg bent. Op financiële vlak is een heel lastige reeks MB. En er zijn genoeg bewezen dit seizoen bijvoorbeeld met Lokeren en Roeselaar. Ja, hebben jullie in die coronatijden, wordt er bijvoorbeeld gesproken ook tussen Leuven en Beerschot? Zijn daar contacten al provisoire of helemaal niet? Ik persoonlijk niet. Ik heb geen contact met mensen. Nee. Zeg, een contact met jouw spelers, want nu met al die apps, jij kan wel zien natuurlijk of ze om 1 uur 's nachts nog live zijn op House Party of zo. Hè? Hoe gaat dat? Dat gaat redelijk goed. Ze hebben allemaal een individueel programma gekregen, wordt opgevolgd via een app. Ze krijgen ook een vragenlijst voor elke training en na elke training om aan ons te laten weten hoe ze zich voelen op fysieke vlak, op mentale vlak, hoeveel hebben ze geslapen, noem maar op. We hebben ook een videochat georganiseerd met ons allemaal. We waren, denk ik, 30 tegelijkertijd. En het was een beetje chaotisch, maar we hebben goed gelacht. Geef eens één grappig voorval uit die videochat. Iedereen begon tegelijkertijd te praten. Ineens kwam ons masseur online of mensen van de staf online en verschillende talen. Het was wel grappig, maar het was ook een goed moment om iedereen nog een keer live te zien via een webcam. Maar nogmaals, we blijven dagelijks in contact met iedereen, ook met ons staf. Dus op dat vlak met al de technologie is niet zo moeilijk. Ja, we gaan afronden, Hernan. Bedankt voor je tijd met een mooie anekdote uit jouw carrière. Want ik heb het al vaak geschreven na interviews met jou, maar niemand gelooft dat dan. Zeg jij het nu zelf eens, met wie heb jij samengespeeld toen die 18 jaar was bij Independiente? Met Agüero, Sergio Agüero. Agüero, Kun Agüero. En wat deed hij met jouw auto? Ha, die anekdote. Nee, we waren op stap. Samen geweest, we waren ploegmaten en hij begon te spelen met die automatische dak van mijn auto. Die dak ging uit en aan constant tot een bepaald moment. Die dak vlocht gewoon naar uit en we stonden zonder dak richting een café. Dus we zijn op stap geweest en op het moment dat we hebben geparkeerd op café. We moesten extra pesos aan die portieren moeten geven om onze auto in de gaten te houden, want inderdaad stond zonder dak. Dus door Agüero heb ik de dak van mijn auto verloren. Ja, en ik moest jou nog één ding vragen, want wat kennissen van mij, die zijn onlangs in Buenos Aires geweest, 3 weken. Die zijn dan naar in de buurt naar Racing Club geweest, naar Independiente, naar Boca, naar River Ferro, Caril Oeste, als ik dat goed zeg. Naar heel veel clubs, ook in de lagere klasse. En die hebben in de begindagen elke dag een choripan gegeten, maar na een week niet meer, omdat ze, hadden daar maagtechnisch wat problemen mee. Is dat zo lekker? Wat is dat? Het is wel lekker. Het is een soort van worst. Je eet dat met brood. En ondertussen kun je veel verschillende saus op. Zoals chimichurri of pikante saus, of je mag wel kiezen. Okay. Maar inderdaad, als je choripan eet elke dag, dan kun je wel maagproblemen krijgen. Maar het is wel typisch om te eten voordat je binnen het stadion komt of na de wedstrijd. Ze staan daar op straat met die mobiele barbecues om dat te doen en is wel heel traditioneel en ook lekker. Goed. Hartelijk bedankt voor al je mooie verhalen en om even tijd te maken, Hernan. Doe het nog goed, hou het veilig. Blijf gezond en de groeten daar, hè. Ja, veel groetjes, Dave. Blijf veilig.